Ja, je kan het zo zien, als er geen David IJsclub was geweest, dan had ik nooit aan schaatsen, was ik nooit aan schaatsen begonnen. Zo simpel is het. Het is vandaag 16 maart 2010. Buiten is het 9 graden. En binnen zijn de recordwedstrijden georganiseerd door de Deventer IJsclub. Oh ja, die ook natuurlijk. Na een onwennige valse start kon het spektakel dan uiteindelijk toch beginnen. We vroegen aan 3 van de deelnemers van de recordwedstrijden of ze al een persoonlijk record hadden gereden. Nee, helaas niet. Ik vond het een beetje, voor mijn gevoel, best wel slecht ging. Ja, en hoe vind je het om hier te rijden in het T-half? Het is heel leuk en je rijdt wel, ik vind wel dat je wel wat fijner rijdt. Oké, beter is in de Schech? Ja, het gaat wel beter dan in de Schech. IJs is ook beter? Ja. En ik heb 1 PR gereden. Ja, 1 PR gereden. Op de? De 300 meter. 300 meter en PR. En jij, wat heb jij vandaag gedaan? Op de 300 heb ik niet zo goed gereden. Boven mijn PR, op de 500 heb ik nog een PR gereden. Dat was 2500 zonder mijn PR. Oh, is toch netjes, of niet? Je was wel tevreden? Ja, alleen jammer. In Assen had ik ook iets 58 gereden. En daarvoor stond mijn PR nog op 1 minuut 5. En anders zak ik heel veel seconden eraf. En bij deze wedstrijd gaat het erom hoeveel seconden je van je PR af kan halen. Dus dat was jammer. Anders had ik 6 seconden en had ik misschien gewonnen. Maar de winnaars werden uiteindelijk bij de heren pupillen Diemo Brandes en bij de heren junioren Luc Attema. Ook Barbara vroegen we of ze nog een persoonlijk record had gereden. Op de 300 en op de 500. En bij de 500 heb ik 2 seconden vanaf en de andere 2 tienden. Ook vroegen we haar wat haar verwachtingen zijn voor het volgende seizoen. Ik wil sowieso onder de 34 rijden op de 300. En ja, bij de 500 weet ik nog niet precies. Where I want it. Na de wedstrijden haastte men zich naar de zaal om de huldigingen van de bekende DIC-schaatsers bij te wonen. Na de presentatie van de DVD van het jeugdplan door onze voorzitter van de afdeling hardrijden, Dirk Gjaltema, was er dan uiteindelijk de huldiging van Lotte van Beek, Mark Duitert, Stefan Groothuis en Jan Smeekers. Lotte van Beek, die het weekend daarvoor nog wereldkampioen was geworden bij de junioren, werd benoemd tot DIC schaatster van het jaar 2009. Dirk vroeg ook nog aan haar hoe het kwam dat ze zo goed schaatste en of ze hier nog wat tips had voor onze nieuwe aanstormende talentjes van de Deventer IJsclub. Ik kon natuurlijk ook mede door de Deventer IJsclub, maar vooral heel veel plezier houden in het schaatsen. Ik denk dat het wel het belangrijkste is. En zolang je het maar leuk blijft vinden, en dan blijft het makkelijk en dan kan je op doorgaan. En dan komt het uiteindelijk helemaal goed. Heel erg bedankt.
En dan was het nu tijd voor de huldiging van de Olympisch kampioen op de 1500 meter van 2010, Mark Tuitert. Hij kreeg een onderscheiding als erelid van de Deventer IJsclub, uitgereikt door de voorzitter Ronald Kors. Mark, fantastisch, super trots, als DSC'ers zijn we op je. Natuurlijk vanwege deze fantastische resultaten, maar vooral door je positieve uitstraling en houding en ook wat je voor de club hebt betekend, verdien je het om te worden benoemd als erelid van de Deventer IJsclub. Hierna was het tijd voor de huldiging van Steven Groothuis en Jan Smeekers, die een onderscheiding kregen als lid van verdiensten van de Deventer IJsclub. Volgens voorzitter Ronald Kors van de DSC hadden beide deze onderscheiding zeker verdiend, daar ze in hun korte carrière al veel gewonnen hebben en ook goed hadden gepresteerd op de afgelopen Olympische Spelen in Vancouver. Stefan werd daar ondanks een opgelopen griepje toch nog vierde op de 1000 meter en Jan pakte, ondanks de zware concurrentie, een zesde plaats en daarmee een Olympisch diploma. Na de huldigingen wilde iedereen met Mark op de foto en uiteraard zijn handtekening. Toch kon hij zich nog even losmaken voor een interview en we vroegen hem dan ook hoe hij zich voelde na alle hectiek van de afgelopen tijd. Goed, heel erg goed. Ja, ik ben blij dat ik vakantie heb. Maar het is een gekhuis geweest. Was de grote opluchting dat je een belangrijke prijs gewonnen hebt, nadat je eigenlijk jaren niet zoveel meer won? Ja, heel grote opluchting. Heel veel voldoening gaf het. Ik heb wel heel veel op het podium gestaan de laatste paar jaren. Dus ik wist wel dat ik het kon om voor de medailles mee te gaan. Alleen dat laatste stapje moest ik nog steeds maken. En dat op het goede moment gelukt is, dat is onwaarschijnlijk mooi. Ik zag ook, je verzorgt je eigen materiaal. Hè? Heeft dat bijgedragen aan de prijs of ben je gewoon stiekem toch een controlefreak? Nou, ik vind wel dat je dat zelf in de hand moet hebben. Ja. En ik vind het ook leuk om te doen. Om met het materiaal te spelen, om daar dingen in te proberen. En als ik dat weet wat ik zelf probeer, dan krijg ik er meer feeling mee. Dus dat doe ik ook puur daarvoor. Dat is wel, voor de rest ben ik vrij relaxed, denk ik. Alleen daarmee ben ik wel, dat wil ik wel onder controle hebben, ja. Je hebt wel mazzel gehad met onder de maat presteren van Sharni Davis. Of was dat echt jouw moment? Nou, het was wel echt mijn moment. Ik versloeg hem wel met 16e, dus daar ben ik ook wel blij mee. Het is niet een paar honderdste, maar goed, als je wint dan heb je, dat maakt niet uit of het een paar honderdste is of een paar tiende. Maar het is wel lekker dat ik hem dik heb verslagen. Dus het was een hele zware omstandigheden waren die week. De 1000 meter ook, de 1500 meter ook. Dus ik heb dik gewonnen. Dat maakt het wel extra mooi nog misschien. Er is veel te doen geweest over het ijs in Vancouver. Hè? Hoe was het ijs tijdens jouw rit eigenlijk? Ja, de omstandigheden waren gewoon eerlijk. Op de 1000 meter ook, 1500 meter ook. En dat is het belangrijkst. En tijdens de 1500 meter was het ijs absoluut niet snel. Een week later was het veel sneller. Het leek wel of ze hem toen wat meer onder controle kregen. En de luchtdruk was toen wij reden vrij hoog. Dus dat was zwaar. En ik was eigenlijk de enige, volgens mij, als ik het veld bekeek, die daar weinig last van had. Ik vloog. Wat heb je eigenlijk nog met de Deventer IJsclub? Ik train niet meer in Deventer en ik rijd ook eigenlijk geen wedstrijden meer in Deventer. Maar ik heb nog wel altijd dat DSC achter mijn naam staan. Dus blijft altijd een speciale band. Ik heb alles geleerd in Deventer. Ja, niet alles, maar wel het belangrijkste deel van mijn schaatsloopbaan. En natuurlijk, dat blijft altijd een warm plekje in je hart houden. En ik heb in Vancouver op een kamer gezeten met twee jongens die ook bij de DSC zitten. Dus het was een DSC-feestje bij ons op de kamer, in Vancouver zelfs nog. Ja, voor de verduidelijking met Jan Smeekers en Steven Groothuis natuurlijk. Hè? Ja. Hoe belangrijk is de Deventer IJsclub geweest voor jouw carrière, als je terugkijkt? Ja, heel belangrijk. Je kan het zo zien, als er geen Deventer IJsclub was geweest, dan was ik nooit aan schaatsen begonnen. Zo simpel is het. Ik ben op mijn 12e begonnen en vanaf dat moment heb ik steeds hele grote stappen gemaakt naar voren. Ik ben echt pas goed gaan schaatsen op mijn 16e, 17e. Maar dat heb ik wel altijd bij de Deventer IJsclub gedaan. Dus dat is heel belangrijk geweest. Nog een strikvraagje, Tialf of Schech? Ja, maar dat zeg ik toch echt Tialf. Ja, het ijs is hier sneller en ik heb hier hele mooie momenten meegemaakt, hele speciale momenten. De Tialf is toch de schaatstempel van Nederland en de Schech is toch iets minder snel. Ja, oké, ik zei al, het was een strikvraag. Juist. Laatste vraag, kom je ooit nog terug als DSC'ers trainer of mogen je nog een keer begroeten in een andere hoedanigheid bij de DSC?
Ja, dat weet ik niet. Daar heb ik in ieder geval nog nooit over nagedacht. En daar denk ik voorlopig ook nog even niet over na. Maar ja, we zullen zien. We zullen zien in de toekomst. Voorlopig nog even concentreren op de zomertrainingen, neem ik aan. Ja, we gaan. Het plan ligt alweer klaar voor de zomer. Dus ik blijf sowieso nog een paar jaar schaatsen. En daar wil ik nog alles aan doen om mezelf te laten zien als Olympisch kampioen. Hey, namens de DSC, heel veel succes nog en bedankt. Yeah.